Goedendag allemaal. Daar zijn we weer met Janne Alleman. We gaan vanavond ons praatprogramma weer doen met een heleboel gasten. Veel publiek en hopelijk veel kijkers thuis. En dat wordt genieten. Naast me zit Diana de Krij. Diana, welkom. Ja, dankjewel Jan. We gaan het doen vanavond. Ja, het wordt wat. Geweldig. Wat is er allemaal vanavond op het programma? Nou, ik ga het toch voorlezen. We hebben vandaag onder meer in Jan en Alleman genomineerden voor de Rabobank IJssel en Lekstreek sportverkiezingen. Alles over het concert van Cor Bakker en Malando in Lekkerkerk. Een man die in Italië bergop gaat fietsen. En kandidaten voor de waterschaps- en provinciale verkiezingen. Ja, en wat er verder allemaal nog binnenkomt, want het is een hele volle show. Ik zou zeggen van neem boter allemaal mee, want als je me helemaal uit wil zien ben je uren bezig. Maar we worden strak geleid door Kees, onze regisseur. Die houdt de minuten mooi bij. Ja, we gaan binnenkort op 14 maart met z'n allen een sportgala beleven. Het Rabobank IJssel-Lekstreek sportgala. En dat is ieder jaar een enorme happening. De 13e keer, klinkt als een ongeluksgetal. Maar in dit geval zal het echt goed uitpakken. Het wordt een mooie show met onder andere Jan-Joos Vergangelen voor de presentatie. En het wordt allemaal gehouden in het Krimpenerwaard College. 14 maart, er zullen vast nog kaarten zijn. Niet al te veel meer, want iedereen wil daar altijd naartoe. En vanavond gaan wij een aantal genomineerden met u kennis laten maken. En ja, er staat hier bij de tribune vol al gelijk bij het begin. Want we hebben hier de talenten voor het jaar 2014. En een applaus voor hun. Fenne Klapwijk, Lisa Nobel, Jitske Prosman, die zitten hier vooraan. Eerst zaten de heren daar bij de proefopstelling, maar die hebben we daar gauw weggejaagd. Want ja, bescheidenheid siert je natuurlijk. En achter hun staan Quinten van Ooyen in zijn trainingspak. Echte sportman. In het midden Jens Krijgsman. En daarnaast Jesse Stam. Jongens, allemaal heel hartelijk welkom. Ja, Jitske, jij doet aan dressuur. Ja. Kan je vertellen wat dat is? Daar heb je een paard voor nodig volgens mij. Ja, ik rij op mijn pony en... Bij dressuur ga je dan gewoon proeven en dan ook heel veel wedstrijden en ook heel veel trainen iedere dag. Ja, en 2014 was voor jou een heel goed jaar volgens mij. Ja, klopt. Want je hebt echt een prijzenkast vol gereden. Ja. Wat heb je allemaal gewonnen? Kan je wat dingen noemen? We zijn in Saumur in Frankrijk met het landenteam vierde geworden. En in Pompadour in de finale was ik individueel vijfde. En ik sta op de wereldranglijst 25ste. Zo, en dat zijn hele mooie scores. Ja. Dan gaan we naar het zwemmen, want achter jou staat Jens Krijgsman. 9 medailles, Jens, afgelopen jaar. En dat waren allemaal nationale plakken. Ja, allemaal nationale plakken, ja. En er zat ook goud tussen. Ja, zeker. Waarop heb jij bij het zwemmen, want dat doe je, hè, waar heb jij goud op gehaald? Op de 200 meter vlinder, op de 200 meter rug, op de 400 meter vrije slag. En op de 1500 meter vrije slag. Ja, je bent lekker kerker. Jouw broer doet enthousiaste waterpolo. Ja. Je vader was ook een waterpolo'er. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat water heb je er gratis bij gekregen. Ja, inderdaad. Ja. Wat is jouw doel met jouw sport? Wat wil je bereiken? Nou, de top natuurlijk. En dat betekent top eerst bij de jeugd nog? Ja. En dan een van de hoge bandje worden? Ja, het is wel het uiteindelijke doel, ja. Dan moet nog heel wat gebeuren, denk ik. Ja, niet? Zeker wel. Ja. Je zei net in het voorgesprek, ja, het zijn gruwelijke tijden. 4:15 sta jij op 's ochtends. Ja. En dan? Dan ga ik een uur rijden naar de training. En dan ga ik trainen. En dan ga ik weer naar huis. En daarna terug naar bed? Als het kan wel. Ja, maar meestal naar school. Ja. Ja, je zit op Thorbecke. Ja, in Rotterdam, ja. Juist. En wat doe je? VWO. Dus dat komt er ook nog eens even bij. Ja. Goedemorgen, ik vind het een wonder dat je bent vanavond. En daarna na de uitzending glijd je nest in. Ja, zeker weten. Ja. Jesse. Ja, Jesse Stam uit Bergambacht. Jesse, jij bent schaatser. Ja, klopt. En naar wat wij begrepen hebben, rij je alle jeugdrecords al uit de boeken. Dus dan overal stam. Nou, de records nog niet. Wat zeg je? De records nog niet. De records nog niet? Nee. Maar je hebt wel een geweldig seizoen achter de rug. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Wat was voor jou het moment in 2014? Ja, het winnen van de Viking Race is dus het officieus EK. En ook alle vierde afstanden gewonnen. Ongelooflijk, dat is 500 meter, 1000, 1500? 2 keer 500 meter en 2 keer 1000.
Juist, dus eigenlijk een soort veredelde sprint. Ja, eigenlijk wel. En wat is nou bijvoorbeeld jouw PR op een 500 meter dan? Nu 38,64. Ja, dat is toch wel een redelijk rappe tijd, moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, als je dat zo hoort, Lisa Nobel, volleybalster, Voleco 1. Ja. En dat zijn wel een paar kanjes die daar achter jou staan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar jij bent volleybalster en jij staat in het eerste team. Ja. 14 jaar. Hoe kan dat, zo jong? Ja, gewoon veel trainen en ja, gewoon je best blijven doen. Ja, en het is ook een jong team, heb ik begrepen. Ja, ze probeert wel jong te houden, zeg maar. Juist. En het gaat goed, hè? Jullie staan volgens mij aan kop. Nou, niet aan kop, maar ja, we lopen wel kans, zeg maar, dat we nog hoger kunnen gaan spelen. Juist. Dus je gaat nog voor promotie. Jij traint bij een vereniging, maar je traint ook, zeg maar, in een nationale selectie, mogen we noemen. Hoe is dat? Ja, dat is echt heel leuk. Want er komen ook gewoon allemaal meiden ook van jouw leeftijd. En daar, ja, dat is gewoon een hoog niveau. En daar, ja, train je dan gewoon. Juist. Fenna, we gaan naar jou toe. Fenna Klapwijk, Krip aan de Lek. 15 jaar. Je bent atlete bij PAK, hè? Ja, dat klopt. Ja. En we hadden het net over die 9 medailles van hem. En die prachtige internationale prijzen van Jitske. Maar jij hebt ook heel wat gewonnen afgelopen jaar. Ja, aardig wat, ja. Ja, en wat waren voor jou de highlights, de mooiste momenten? Nou, sowieso van afgelopen jaar in januari won ik het NK Indoor in mijn categorie van de 60 meter. En ik heb ook samen met de A-junioren, dat zijn meiden van 18 en 19 jaar, heb ik in de estafette, zijn we op de 4x400, zijn we tweede geworden. En dat was mijn eerste echte medaille van de Nederlands kampioenschap. En we hebben ook niet officieus, maar wel Nederlands, soort van Nederlands record op de 4x80 met de estafette ook. En Nou, een aardig lijstje, moet ik zeggen. Ja, het is best veel met Nederlands kampioenschappen. Ja, dus. Prachtig. Ja, Quinten die staat er op het hoekje. Quinten is taekwondoka bij een Nimier. Ik hoop dat ik het goed zeg, Quinten. Ja. Ik denk, anders gaat hij slaan. Je ziet er wel vriendelijk uit vanavond. Hey, jij hebt een geweldig jaar gehad. Je hebt heel veel gewonnen. Ja, dat zeker. Wat was je mooiste prijs? De Open Dutch en de Holland Cup. De Open Dutch en? De Holland Cup. De Holland Cup. En de Holland Cup, dat is een open toernooi met internationale vechters? Ja, ook van het buitenland. En die won jij? Ja. En hoeveel ronden moet je dan vechten? Dan ligt eraan hoeveel mensen in je pool zitten. Ja? En in jouw geval? We waren er 38 volgens mij. Goedemorgen, dus je moest er heel wat verslaan. Ja. En dan sta je met de enorme cup. Ja. En die neem je mee naar huis. Prijzenkast vol. Maar je vertelde al van je wil eigenlijk veel meer dan dit. Ja, dat zeker, ja. Wat is jouw ultieme doel? Mijn titels pakken en de beste van de wereld worden. Juist, en dat al jarenlang. Ja, dat zeker. Gaaf, man. Jij traint 4-5 keer per week volgens mij. En dat doe je in Krimpen? Ja, Krimpen aan IJssel. Ja. Maar het grappige is, je bent nog hartstikke jong, want hoe oud ben je nu? 14. 14. En jij geeft zelf ook training? Ja. Vertel eens. Aan kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Ja, die zie je al die bewegingjes ook maken, die kleintjes. Ja, dat zeker, ja. En er zit talent tussen? Ja, zeker. Dus je krijgt er wel concurrentie straks. Ja. Ja, we gaan nog even terug naar jou, dressuur. Eduard Gal is jouw grote idool. Ja. Dat vertelde je, of Edward Gal heet hij. Edward Gal. Waarom? Hij kan heel goed rijden. Met heel veel verschillende paarden behaalt hij de top. En dat wil jij eigenlijk wel imiteren? Ja. Ja. Het is ook een hele dure sport, denk ik, om de top te bereiken. Ja, klopt. Hoe kom je naar die centjes? Je hoort papa en mama heel hard werken. Ja? Ja, ik zag ze er wat afgetopt uitzien inderdaad. Maar. Maar die hebben er heel veel voor over om jou te helpen. Ja, heel veel. En volgens mij, je bent een lieve meid, dus dat betaal je ook weer terug met een hoop liefde. En goede resultaten, hè? Ja. Ja? Ja, jij hoeft niet zo ver te rijden, Fenna. Dat pak. Nee, gelukkig niet, nee. Nee. En laat je ook brengen of ga je zelf? Nee, dat is, mijn moeder brengt me meestal, of mijn opa en oma, of ik rijd mee met mijn beste vriendin, want die zit er ook op. Juist. Ja. Voor jou, Jesse, zit het schaatsseizoen er denk ik nu op? Zondag nog talentendag. Dat is dan de beste rijders tegen elkaar van Nederland. Juist. Jens, tot slot, sportverkiezing. Eervol, denk ik. Ja, zeker. En wat verwacht je? Want er zijn wel goede kandidaten.
Ja, dus ik, je gaat die prijs niet zomaar pakken, die talentenprijs. Zeker niet, het zal nog wel spannend worden, denk ik. Ja, zeker weten. Nou, we gaan het allemaal zien. 14 maart gaat het gebeuren. En dan weten we meer. Twee categorieën bij de talenten. De meiden en de jongens. En we gaan het lezen van jullie. Binnenkort ook in de krant, jullie interviews. Maar nu al helemaal live. Diana, goed zijn ze. Ja, ik vind het geweldig. Ja, je was stil van. Ja, nou ja, ja. Ja, je bent een beetje ontroerd dan volgens mij. Jij deed het woord. Dus. Ja, dat is waar. Nou, jij mag hierna. Dames en heren, dat waren de talenten. En we gaan ze ongetwijfeld nog terugzien met hele mooie prestaties in de loop van hun verdere carrière. Dankjewel. Heel veel succes. Ja, nou hou jij je heel erg bezig met directievoeren over jouw eigen bedrijf, met je zus samen. Ja. Maar je hebt ook nog een hobby, dat is boeken schrijven. Ja. En je hebt weer een nieuw boek, hè? Ja. Heb je het bij je? Ja, maar ik laat het net terug in de auto liggen. Ik had het alleen in jou laten zien. Nou, achter verhalen, joh. Nee. Noem het straks wel. Nou, je vriend zit in de zaal, dus die mag hem wel even... Wil je hem halen? Ja, die mag hem wel even halen. Kunnen we dat straks bij het volgende intermezzo. Is goed. De volgende gast is inmiddels aangeschoven. Die mag nog wat verder aanschuiven. Dan zit hij nog wat dichter bij de microfoon. En dat is iemand die we op Lekkerkerk allemaal wel kennen, zo langzamerhand. Zeker als je van sport houdt. Namens de SVN, Johan Koudzaal. Avond. Hallo. Johan, SVN, wat is dat? Eerste derde prijs beachvolleybal met jou, Jan. Dat is ook een goede prijs voor 2014. Ja, ondanks mijn aanwezigheid was dat niet verkeerd. Nee, ja, klopt. Dan werden we in de finale wel gigantisch weg. Worden wij niet genomineerd voor de talenten? Nee, voor de oude talenten. Misschien de bejaarde sportprijs. Maar dat was inderdaad leuk. Maar SVN, ja. Wat is dat? Wij houden ons bezig voornamelijk nu met accommodaties. Accommodaties in Nederlek, voorheen Nederlek, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek. We hebben 4 accommodaties waar we druk mee bezig zijn. En één daarvan is dan op de Tientweg in Lekkerkerk, waar we bezig zijn met wat kunstgras aan te leggen onder andere. Ja, want voorheen was de situatie zo. Een sportpark was in beheer bij de gemeente. Ja. En de gemeente heeft dat eigenlijk gedelegeerd aan een stichting. Ja, het is eigenlijk een regiegemeente, dus ze kunnen niet alles doen. Ze moeten ook een beetje bezuinigen op personeel. En ze hebben het uitbesteed via ons en wij kunnen daar invulling aan geven. En ook dichter met de sporters werken en met de verenigingen. Juist. En dat doen jullie op 4 verschillende parken in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Ja. Dat is het sportpark Tientweg, waar Dilettant speelt in Krimpen aan de Lek. Lekruiters, ja. Lekkerkerk, Tientweg Oost, en dan Tientweg West. Tientweg West, waar de voetbal en de Jeu de Boel zit. En dan hebben we nog de Weidehoek, waar heel veel verenigingen zitten. Juist. Wat hebben wij als verenigingen aan de SVN? Ja, een stuk ondersteuning natuurlijk. Met alles wat moeilijker wordt. Met regelgeving en met subsidies en dergelijke. Dat doen wij eigenlijk professioneel. En wij kunnen daarmee helpen. Terwijl verenigingen moeten toch hebben van de vrijwilligers. En de meeste gemeenten die zijn s'avonds niet thuis. Dus dan moet je overdag aanwezig zijn. En dat kunnen wij verzorgen. Juist. Je noemde net al even Tientweg West. Het sportpark waar onder andere VV Lekkerkerk en de Jeu de Boel Vereniging gehuisvest is. Daar staat van alles te gebeuren. Hè? Want dat wordt eigenlijk geherstructureerd. Ja, we hebben groot onderzoek eigenlijk gedaan, een beetje gekeken naar de toekomst. Wat gebeurt er eigenlijk in onze regio qua bewoners bijvoorbeeld, met een stukje vergrijzing. Ook qua jeugd, zeg maar, die er niet altijd is. Dus we hebben gekeken van wat hebben we nodig om een beetje de toekomst door te kunnen eigenlijk. En we hebben gepland voor de komende 10 jaar om daar mee vooruit te kunnen. En de onderdelen die we dan gaan doen is, we hebben een extra kunstgrasveld, maar we hebben ook een stukje extra parkeergelegenheid, zodat we de Tientweg weer wat veiliger kunnen maken, omdat er natuurlijk nu heel veel auto's op de zaterdag staan. Op zaterdag staan. Is het eigenlijk ronduit gevaarlijk. Ja. Dat is een lange lint in de berm geparkeerd. Iedereen die de Tientweg kent, de Tientweg West, die weet hoe smal het is. Ja. Al wel eens ongelukken gebeurd of bleef het bij bijna ongelukken? Niks gebeurd, dus maar dat hopen we zo te houden. Maar er is zeer zeker is het nodig om er wat aan te gaan doen. En dat hebben we op ons genomen en gesproken met de gemeente en het gaat nu dus gebeuren, extra parkeergelegenheid, zodat er hopelijk niet meer op de Tientweg het gevaar voor de kinderen is. Ja. Kan jij een beetje beeldend uitleggen aan de kijkers hoe je dat dan, hoe we dat voor ons moeten zien? Meer parkeerruimte, denk je, waar dan? Ja, omdat we natuurlijk een kunstgrasveld hebben we, zeg maar, qua trainingsveldjes hebben we wat minder ruimte nodig. Dus we gebruiken eigenlijk de twee velden, zeg maar, zoals nu veld 1, veld 2 worden dan meer, ook voor training kunnen ze gebruikt worden. Dus veld 1 wordt van natuurgras, kunstgras. Ja, klopt. En 3 doen we, zeg maar, een stukje de toplaag, zeg maar, nemen we eraf en een stukje onderhoud. En 2 is al kunstgras.
En zodoende zeg maar, zijn er wat ruimtes vrij. En een van die ruimtes is dan het trainingsveld bij de kantine. Waar dan een stukje extra parkeergelegenheid gecreëerd wordt. Maar ook zo de boel daar wat banen gaat krijgen. Ja, want dat zou dan gefaseerd moeten gebeuren, begreep ik. Jeu de Boel zou onoverdekte banen daar eventueel krijgen. 16, klopt dat? 17 in het begin, zeg maar. 5 eigenlijk, plus 12. En dan is er ook nog een beetje de droom van, voor een boelendroom eigenlijk. Een overdekte accommodatie. Ja, zoals Schuur waar je in Jeu de Boel speelt eigenlijk. De leden van de club hebben zich uitgesproken in ieder geval om een haalbaarheidsonderzoek daarna te doen. Ja. Denk jij ook zelf als bestuurder van de SVN dat het haalbaar is? Ja, we zijn natuurlijk ook mee bezig om te kijken dat het efficiënt ook gaat gebeuren. Natuurlijk, als je 50 leden hebt en je moet een grote investering doen, dan is dat moeilijk te verantwoorden. Zeker ook naar onze gemeente toe. Maar we zijn al verder aan het praten en kijken misschien of ze het kunnen delen met andere leden. Zeg maar, dat andere mensen binnen onze regio ook in de winter kunnen komen Jeu de Boel bij. In dit geval op de Tientweg eigenlijk. Goed, de kans dat je leuke toernooien kan organiseren is wel flink toegenomen natuurlijk dan. Ja zeer zeker. En dus jij ziet het er wel komen? We hopen zeer zeker. We zijn kijken aan verschillende constructies. Want het is ook niet echt iets wat je om de hoek gaat halen en zegt, nou, doe mij eens één boelendroom en twee pina colades. Zo werkt het nou helemaal niet. Dus daar moet je echt voor gaan kijken. En we zijn een beetje bezig met kijken of een alternatief wat wel voldoet aan de eisen die de Nationale Bond daar weer aan stelt. Helder. Er komt ook een pannaveld, hè, als het goed is. Een soort kunstgrasveldje waar kinderen lekker op kunnen. Dus waar de banen weggaan nu van de Jeu de Boel, daar komt een pannenveldje voor de jeugd. Zijn we mee bezig en daar doen de vrienden van Lekkerkerk, een soort businessclub van de Lekkerkerk eigenlijk, die willen dat een stukje aanbesteden en wij hebben dan dat gelijk meegenomen bij de aanvraag van de offertes. Dus wij proberen het een beetje slim te spelen met de aanbieders ook, dat die daar hopelijk een bijdrage aan doen. Kortom. We krijgen een prachtig, eigenlijk vernieuwd sportpark. Ja, het wordt heel spannend hoe dat allemaal gaat ontwikkelen en worden. En zeer zeker, nu ook al zeker de moeite waard. Maar het gaat steeds verder, denk ik. Dus ik ben geweldig, man. Nou, je hebt ons geweldig op de hoogte gebracht van alle plannen en die straks in realiteit worden gebracht. En ik wil je heel hartelijk bedanken. Niks te danken. Als het af is, dan kom je weer en dan gaan we het evalueren. Afgesproken. Ja, oké. Okay. Johan, bedankt. Dank je wel. Johan Koudsta. Bedankt. Wat heb jij met sport? Nou, helemaal niks. Nee, je ziet er zo lekker bloot en sportief uit. Ja, dat is van nature zo, maar ik sport absoluut niet. Maar je wandelt wel? Ja, ik wandel wel. Ja. Dan ver of niet? Naar mijn werk. En dat is? Hoe ver? 1,5 kilometer. Oh, nou vind ik best wel ambitieus. En dan via de supermarkt terug naar huis. Ja, dus neem je dat lekkers toch mee? Ja. Frikandelbroodje of want zo? Want dan mag ik weer, want dan heb ik gewandeld. Ja, je hebt groot gelijk. Ja, die calorieën moet je er ook weer mee eten natuurlijk. Precies. Goed. We hebben gasten. Ja. Meer gasten. We hebben gasten. Provinciale Statengasten, of provinciaal moet ik het noemen. Siebe Keulen, zittend staatslid. Welkom. En Leo Mudde, verkiesbaar nu. Ja, klopt. En jij niet meer. Beide voor de PvdA. Ja. Als ik het goed heb begrepen. Ja. Leo, jij was statenlid, of je bent het nu? Nee, ik ben heel lang raadslid geweest. Raadslid, neem me niet kwalijk. Jij bent verkiesbaar en jij niet. Ja, precies. Ja. En geen raadslid meer? Nee, sinds 4 jaar niet meer. Ik had heel lang in de gemeenteraad van Oudekerk gezeten, maar op een gegeven moment is het genoeg natuurlijk. Dus de afgelopen 4 jaar heb ik me bezig gehouden met het opbouwen van de nieuwe afdeling Partij van de Arbeid in de Krimpen en Waard. Een fusie van 5 afdelingen. Dus ik heb de afgelopen 4 jaar wat verder van de echte politiek afgestaan, zeg maar. Maar het begon weer een beetje te kriebelen, dus ik had misschien iets nieuws te doen. En waarom dan van gemeente naar provincie? Want het lijkt zo afstandelijk, hè, de provincie? Het lijkt afstandelijk, maar het gaat echt wel degelijk over belangrijke zaken. Maar dat kan Siebe heel goed uitleggen, want die heeft er heel veel ervaring mee natuurlijk. Ja, teruggaan naar de gemeente vond ik niet echt een optie. Want je hebt toch een verleden opgebouwd in Oudekerk. En als je dat meeneemt naar een nieuwe gemeente Krimpen en Waard, dan is dat denk ik niet echt eerlijk of zuiver tegenover de hele nieuwe gemeenteraad die er iets heel nieuws van moet maken. Ik vind het politieke werk wel erg leuk en ook erg belangrijk, omdat je echt dingen voor elkaar kunt krijgen. En dat kon in de gemeenteraad, maar dat kan zeker ook in Provinciale Staten, denk ik. Oké, dankjewel. Siebe, maar jij stopt ermee. Ja, ik heb denk ik ongeveer 17 jaar van mijn leven me bezig gehouden met lokale politiek en provinciale politiek. Nou, en op een gegeven moment dan is het gewoon tijd voor nieuwe mensen, net zoals Leo zegt. Ik bedoel, ik vind eigenlijk dat iedereen een keer moet nadenken of hij niet een keer in zijn leven iets moet doen, lokaal, regionaal, om gewoon mee te helpen aan het besluiten over wat er om je heen gebeurt.
Want als je mensen uitlegt waar de provincie over gaat, of waar de gemeente over gaat, of waar het waterschap over gaat, dan zeggen heel veel mensen, oh, dat wist ik niet. En als je dan ook nog uitlegt dat er heel veel in te kiezen is, dat het linksaf kan gaan of rechtsaf, dan zeggen mensen, ja, dat wist ik ook niet. En heel weinig mensen bemoeien zich er eigenlijk nog maar met wat er in hun eigen omgeving besloten wordt. Nou, ja. Jullie hebben vanavond zoveel gasten en ieder van die gasten is bezig met zijn eigen ding. En de politiek heeft voor de meeste van die gasten eigenlijk toch gewoon een hele grote rol wat er besloten wordt. Ja, je zei het net zelf al, hè? Er zit, we hebben het over de gemeente, we hebben het over de waterschap, we hebben het over de provincie. En dat allemaal in een tijdsbestek van een paar maanden in onze regio. Ja. Wat is het verschil tussen een provincie en een gemeenteraad? Afgezien van grootte? Ze gaan soms over dezelfde dingen en dan gaat de gemeente over wat binnen haar grenzen gebeurt. Maar dan stemt de provincie vaak af wat er tussen gemeenten gebeurt en wat er over gemeenten heen gebeurt. Laat ik een voorbeeld geven. Heel veel gemeenten hebben plannen voor het maken van een bedrijfsterrein of nog een plukje woningbouw erbij. En als iedere gemeente zijn eigen plannen allemaal uitvoert, heb je te veel van alles. Of gemeenten gaan met elkaar concurreren en zeggen tegen het bedrijf, kom bij mij, want ik bied de laagste grondprijs. Nou, dat is niet goed, hè, want dan geeft de gemeente eigenlijk geld weg wat van de burgers is. Dus de provincie moet een beetje over de hele provincie heen verdelen waar de dingen gebeuren. Nou, en dat doet de provincie ook weer met politieke keuzes. Want de ene partij vindt van, hé, je mag best nog wat op het platteland bijbouwen. Hè, en de andere partij zegt, nou, we willen de ruimte open houden, we willen zoveel mogelijk bijbouwen in de steden. Wat doe je met openbaar vervoer? Daar heeft de provincie ook een grote taak in. Als het gaat over natuur en recreatie, heeft de provincie ook een grote taak. Nou ja, en iedereen kent wel de provinciale weg. Maar als je dan uitlegt dat die ook echt van de provincie is, dan zeggen mensen, oh, nou snap ik waarom het een provinciale weg heet. Nou. Ja, dat heb ik sinds kort ook begrepen. Provinciale wegen, gemeentewegen en waterschapswegen. Hè? Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Ja. Leo, als je kiest voor de Provinciale Staten, dan kies je indirect ook nog voor een andere regering in Nederland. Ja, dat klopt. En dat weten ook heel veel mensen niet. Nee, dat klopt. De Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten, door de nieuwe Provinciale Staten. Dus een stem op 18 maart voor de Provinciale Staten is eigenlijk ook een stem voor de Eerste Kamer. En daarmee ook een stem voor het kabinetsbeleid, want daar komt het wel een beetje op neer. Ja, maar als kiezer kun je niet direct kiezen op iemand die jij in de Eerste Kamer zou willen hebben, toch? Nee, dat kan niet. Nee, zijn dat dan wel de mensen die in de Provinciale Staten komen die kandidaat worden voor de Eerste? Nee. Dus dat kan willekeurig iemand... Nou, er is een lijst. Alle partijen hebben ook een lijst voor met kandidaten voor de Eerste Kamer. En de Provinciale Staten kiezen straks de mensen in de Eerste Kamer. En ja, dat zullen logischerwijs je eigen mensen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik op een andere kandidaat dan iemand van de PvdA ga stemmen. Nee, maar wat ik bedoelde is, zijn dat mensen die nu ook op de lijst van de Provinciale Staten staan? Nee, dat zijn een andere lijst. In twee verschillende lijsten, ja. Dus en kun je als kiezer weten welke lijsten dat zijn? Zijn die ergens te vinden? Ja, elke partij maakt bekend wie hun lijsttrekker voor de Eerste Kamer is. Bij ons is dat Marleen Bart. En na de verkiezingen komt dus in de zaal van Provinciale Staten komt weer een stemhokje te staan. En dan lopen al die statenleden daar naartoe en moeten daar een briefje invullen voor de Eerste Kamerverkiezingen. En vorige keer heeft één statenlid in Noord-Holland zich vergist. Die heeft het verkeerde kruisje aangevinkt. En toen ging er een zetel van de ene partij naar de andere partij. Dus het zijn ook verkiezingen, maar geen burger die dat ziet. Dan gaan al die statenleden die gaan staan stemmen. Ik denk ook dat heel veel mensen het zich niet bewust zijn, hè, dat het zo gaat. Nee. Nou, het was ook de eerste keer in mijn leven dat ik mocht stemmen op de Eerste Kamer. Het is ook de enige keer, ja. Want je hebt één periode in de provincie gehad. Eén periode in de provincie, ja. Wat vond je er leuk aan? Wat was de uitdaging? Het zijn grotere vraagstukken dan een gemeente, want ik ben ook raadslid geweest in de gemeente Gouda en dan ben je heel erg betrokken bij wat er lokaal gebeurt. Je kan overal op de fiets naartoe en je kan praten met de mensen die er werkelijk bij betrokken zijn. En in de provincie gaat het soms ook over lokale kwesties. Ik ben heel erg bezig geweest met het tegenhouden van kassen in de buurt van Nieuwkoop, waar het heel mooie open polder is. Ik ben bezig geweest met het tegenhouden van een plan bij Zoetermeer voor zo'n factory outlet, wat heel veel winkels in de rest van Zuid-Holland omver zou trekken. Nou, en dan heb je dus een aantal van die gemeentelijke kwesties, maar het gaat op een grote schaalniveau. En je ziet ook dat wat rijksbeleid is, bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur, het aanleggen van natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn, hebben jullie in de Krimpenwaard ook mee te maken. Nou, dat zie je weer vertaald worden van het rijksniveau naar de gemeente via de provincie. Dus dan krijg je de hele kaart van Zuid-Holland, hele mooie kaartjes. En dan zie je al die gemeentelijke plannen en die rijksplannen op hetzelfde terugkomen. Ja, dat is een hele leuke bestuurslaag. Dus mensen die zeggen de provincie kan je afschaffen, moet je niet doen. Hij is heel belangrijk. En heel veel mensen die op 18 maart gaan stemmen, zouden zich iets meer moeten verdiepen. Want ook op provinciaal niveau valt er dus heel veel te kiezen. En een superprovincie, zien jullie dat zitten?
Een superprovincie. Nou ja, er was sprake van, hè? We zouden Nederland opdelen in 3 provincies. Ja, ik heb begrepen dat die discussie inmiddels weer een beetje in de ijskast is gezet. Ja, maar je kan er nog steeds voor. Je kan zeker komen. Ik sluit helemaal niets uit. Het takenpakket van de provincie is de afgelopen jaren ook wat kleiner geworden. Dus of die ontwikkeling doorzet of niet, daar heb ik geen idee van. Maar het zou zomaar kunnen dat er een superprovincie komt ooit. Ja, maar zou je het willen? Als ik een Drent zou zijn, zou ik zeggen nee. Maar om Drenten voelen zich Drent, Friezen voelen zich Fries, Limburgers voelen zich Limburg. Maar ik heb nooit iemand gezegd, ik voel me Zuid-Hollander. Dus ik denk dat op zich niet zoveel verschil te maken. Maar ik sta er redelijk neutraal in. Ja. Oké. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Okay. En voor de uitleg. Het heeft zeker geholpen. En succes. Dankjewel. Dankjewel. Wanneer zijn die verkiezingen eigenlijk? 18 maart, dacht ik. Ja, dat is al snel. Uit mijn hoofd. Ja. Ja, dan moet je veel beslissen, want je moet 2 dingen kiezen. Hè? Ja. Je kiest de Provinciale Staten en Waterschap. Juist. En Waterschap gaan we straks ook nog over hebben. Ja, leuk. Maar voordat we gaan doen, gaan we hier straks nog even de sportvrouwen hier verwelkomen. En voor de Rabobank sportverkiezing. Want er komen er straks weer 3 aan tafel zitten, hoor. Ik heb het gehoord. En dat zijn niet de minste. Nee. Nee, daar zitten echt kampioenen tussen. En 2 zijn er inmiddels. Ja, en de derde komt sprint, aan. Die sprint. Ja, die is wel een sneller aangekomen. Dat is de Nederlands kampioen wielrennen. Bij de dames. Iris Slappenel. Iris, applaus voor jou. En in het midden. Ja, ik zou zeggen de deugd in het midden. Maar dat is een hele goede schaatser. Natasja Roest. Ja, en dan iemand met een abonnementje op de sportverkiezing van de Rabobank IJsselextreek. Bo Rook. Bo, als er nou zo'n brief op de deurmat valt bij jullie thuis, begin je dan te gapen van weer sportverkiezing? Nee, ik was niet thuis. Oké, okay. Je hebt het nooit gezien? Nou, toen belde mijn moeder. Je bent genomineerd. En dan ben ik altijd weer echt heel erg blij. Dus we hoopten het heel stiekem al. En toen werd ik gebeld door mijn moeder dat hij er was. Dus ik was eigenlijk echt heel erg opgelucht en heel erg blij. Juist. Ja. En dan zit je hier weer. Klopt. Want dat is ook wel eens eerder gebeurd volgens mij. Ja. Ja. Nou, je bent camera-geniek, dus het komt helemaal goed. Iris, jij bent regerend sportvrouw. Of niet? Of je bent het eerder geweest, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen idee, maar volgens mij was ik vorig jaar niet genomen. Nee, maar je bent wel eerder sportvrouw van het jaar geweest, laat ik het zo zeggen. 2 keer geloof ik. Ja. Hoe is dat, om dat te zijn? Nou, ga je er anders van gedragen? Word je eerder geholpen in de supermarkt? Krijg je korting? Nou, ze kennen me wel in de supermarkt ondertussen, maar... Maar niet als kampioen van de sportverkiezing. Kennen ze in Oudekerk iedereen in de supermarkt, dus dat, ik weet niet of het daaraan ligt. Maar ja, nee, het verandert niet zoveel, maar het is wel een eer en het is heel leuk. En ik vind het heel leuk dat, dat ze de sporters uit de krimpende waard op deze manier geëerd worden of in het zonnetje worden gezet. Of dat er aandacht aan wordt besteed, dat is heel leuk. Ja, natuurlijk. Natasja, ja, uit een schaatsfamilie, hè, mogen we wel zeggen. Ja. Een klein broertje waar we het vanavond niet over hebben. Die is nou die is wereldkampioen geworden weer, hè? Ja, afgelopen weekend. Afgelopen weekend in Warschau. Ja. Maar we gaan het natuurlijk over jouw carrière hebben, want die is eigenlijk ook heel erg mooi. Want je bent er natuurlijk wel een stapje vooruit, want jij rijdt bij de senioren mee. Ja. 2014, ja. Mooi jaar geweest, denk ik. Zeker, ik heb... 2014 heb ik mee mogen doen aan het NK Allround, de coolste baan van Nederland, het Olympisch Stadion. En daar ben ik 14e geworden, dus dat was een mooie uitslag voor mij. Buitengewoon goed resultaat. Ja. Daar rijden, dat is eigenlijk misschien wel een soort meisjesdroom die dan uitkomt. Ja, zeker. Volle tribunes, buiten. Ja, het was volgens mij uitverkocht, dus één dag. En je rijdt in dezelfde baan als de Wuusjes van deze wereld. Ja. En je hebt daar ook nog een PR gereden. Nee, geen PR, bijna. Ja. Op de 500 zat ik er dichtbij. Dus. Juist. Schaatsen zit jou in de bloed. Je bent er heel jong begonnen. Ja, ik denk dat ik 5, 6 jaar was toen reed ik achter de boerderij op de sloot. Ja, want je komt uit een boerengezin. Van hard werken, goed trainen. Ja. En dan oogsten, hè? Dat is echt geweldig. Letterlijk en figuurlijk. Bo. Ja, je hebt hier al vaker gezeten, je hebt al vaker op dat gala gestaan, want elke keer win jij dingen. Maar 2014 won jij misschien wel het allermooiste wat je tot nog toe hebt binnengehaald. Ja.
Kan je wat vertellen aan de kijkers en de mensen hier in het sportcafé? Ik heb zilver gewonnen op de Europese kampioenschappen. Dat is tot nu toe het hoogst individuele wat ik heb gewonnen op Europees niveau. En in Nederland ben ik eigenlijk onverslagen gebleven. En dus dat is voor mij voor individueel eigenlijk wel het beste jaar die ik tot nu toe heb gedraaid. Juist. Ja. En ja, er moet nog meer gebeuren. Daar gaan we het zo over hebben. Iris, het NK. Lucinda Brandt, die reed aan kop. Jij reed daarachter. Ja, je voelde dat ze wat verzwakte. En je sloeg toe. Nou, je zegt precies hoe het was. Wat een geweldig verhaal. Ja. We hadden het net over een meisjesboek. Dit is een bijna damesroman. Ja, klopt. Het was een spannend boek in elk geval. Maar wel met een goede afloop voor mij. Dus dat, dat was enorm gaaf. Ik was 20 kilometer lang. De laatste 20 kilometer van de wedstrijd was ik in de achtervolging op Lucinda. En achter mij natuurlijk ook een groep sterke renners. Dus... Maar goed, pas in de laatste kilometers kreeg ik de hoop dat ik Lucinda nog echt bij kon halen. En eventueel zou kunnen winnen. En dat gebeurde in de laatste 50 meter voor de finish. Haalde ik haar bij en sprintte ik er voorbij. Dus dat, dat was heel gaaf. Hoe voelt dat als dat gebeurt? Dat de adrenaline komt volgens mij uit je oorschelp. Ja, dat is wel een heel, heel bijzonder moment. Ja, ik denk... In de wedstrijd dan rij je gewoon, je rijdt gewoon maximaal en je bent niet bezig met wat als je eventueel wint. Maar goed, toen ik die finishstraat opdraaide en Lucinda zag en begon te sprinten en merkte dat ik veel meer snelheid had als Lucinda, dan denk je nergens aan. Maar zodra je over de finish komt, dan besef je wel dat je iets heel bijzonders doet. Maar je voelt dat het gebeurt. Je voelt dat het gaat gebeuren. Ja. Ik vreet erop. Ik ga er achteraan. Ik ga erop en erover. Ja, inderdaad. Want anders win je hem niet. Nee, dat klopt, ja. Dat is een euforisch gevoel, denk ik. Ja, op het moment zelf is het heel pijnlijk vooral. Want het, je gaat natuurlijk zo diep. Maar het is ook wel... als je op een gegeven moment echt in die laatste kilometers voelt dat je kan winnen, dan kan je ook wel... Misschien echt iets extra's wat je normaal niet kan. En dat is wel heel erg gaaf. Ja, ik zie die andere meiden kijken, die herkennen dat. Wanneer ga jij kapot in jouw sport, in taekwondo? Ja, ik heb meestal van de nervositeit dat ik echt helemaal zenuwachtig ben. En dan moet je jezelf toch blijven focussen om dat laatste beetje er toch weer uit te krijgen. Ja, wat ben jij vlak voordat je op de mat moet, zeg maar, hoe ben je dan? Onredelijk, onrustig, agressief? Ja, ik ben... Nee, ik zeg helemaal niks meer en ik ben heel erg zenuwachtig. Wij moeten ook niks tegen jou zeggen. Nee, ik heb dan wel mijn coach, mijn trainer die dan bij mij is en die weet precies wat hij moet doen. En dat scheelt wel een hoop. Als die er niet zou zijn, dan zou ik zelf wel een beetje... Ja, dan zou ik niet weten wat ik zelf zou moeten doen. Dus voor mij heeft dat wel een hele grote impact, een goede trainer en coach. Ja. Hoe hou jij de spanning weg bij het schaatsen? Nee. Want als je bij schaatsen gespannen spieren hebt, dan kan je net zo goed niet starten, nee, denk ik. Ja, het is wel fijn om met een beetje ontspanning aan de start te staan. Maar ik denk dat een beetje spanning wel helpt om een goede prestatie neer te zetten. Het gaat om dat je het doseert. Ja. Vertaald zeg maar in kracht. Ja. En niet in stress. Nee. Nee. Wat zijn jouw doelen voor het nieuwe jaar? Het schaatsseizoen is nu een beetje afgelopen. Ja, er komt nog één wedstrijd en dan is het afgelopen. Maar volgend jaar hoop ik toch weer een stapje te maken. Dat je zo rond de 9e, 10e plaats, allround? Ja, ik weet niet of het erin zit, maar ik ga mijn best doen om het te halen. Jouw ultieme doel? Wereldkampioen worden? Ja, in mei. Moet kunnen, hè? Je bent al tweede van Europa. Ja. Wat zijn dat voor meiden uit de Aziatische landen, Amerika? Ja, Nieuw-Zeeland, die komen ook, Argentinië, Canada. Een meidje gaat ze allemaal pakken. Dat is wel de bedoeling. Is er voor jou nog iets mooiers dan Nederlands kampioen worden? Ja, wereldkampioen. Ja, wereldkampioen worden. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar ja, goed, Nederlands kampioen worden, dat is voor mij wel, was wel een ultiem doel. En ik hoop wel weer me te selecteren voor het WK. En ook gewoon weer een goed Nederlands kampioenschap te rijden. En je mag nog een half jaar lekker in die mooie trui rondrijden. Ja. Geweldig. Ja. Je bent van ploeg gewisseld. Bigla nu, Zwitserse formatie. Ja, klopt. Waarom die switch tot slot?
Ja, goed. Ik heb 3 jaar voor Rabobank gereden. En dat was een superleuke tijd. En de beste ploeg ter wereld. Maar ik voelde wel dat ik een beetje... ook heel vaak in dezelfde rol zat binnen de ploeg. En ja, voor mijn eigen motivatie en om nog, toch nog een stapje erbij te doen, heb ik ervoor gekozen om naar een iets kleinere ploeg te gaan, maar wel waar ik wel meer kansen krijg zelf. Dus ja, gewoon ter motivatie eigenlijk. Ja. Nou, het seizoen begint alweer heel snel. We gaan jullie allemaal volgen. Voor jou is bijna afgelopen, voor jou gaat beginnen. En voor jou gaat het hele jaar door. Ja, ik zit er middenin. Daarom. We wensen jullie heel veel succes. En ja, we zien elkaar bij het Sportgala weer terug. In de categorie Sportvrouw. Het zijn wel plaatjes hoor. Het zijn een hele mooie en goede kandidaten. Dames, geweldig bedankt dat je er wilde zijn. Ik vind het zo mooi hè, dat ze herkennen dingen bij elkaar. Hè? Ja, leuk hè? Ja, gewoon dat moment van ja, verzuren, kapot gaan. Ja, dat is gewoon geweldig. Het zijn hele verschillende sporten toch ook? Ja, ja, maar wel individueel, hè, alle drie. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ze nemen gewoon zelf die verantwoordelijkheid. En het is eigenlijk mooier dan een voetbalclub met een linksbuiten die ja, een beetje gemankeerd rondloopt. Dus wat dat betreft. Nou, de volgende gast is aangeschoven. En ja, dus dat is nog niet Rien Berkel, want die zou nu eigenlijk moeten zitten, maar we hebben even gewisseld. Dirk Rook zit aan tafel, dames en heren. Ja. En Dirk gaat rijden de Giro voor Kika in Italië. Applaus voor Dirk. Dankjewel. Ja, Dirk, ben jij wielrenner is dan mijn eerste vraag. Nee. Nee, wat ben je wel? Nou, wielrennen is altijd een hobby van me geweest. Vroeger al in mijn 10e jaar gevoetbald, maar dat vond ik helemaal niks. Dus ik ben op mijn 16e gaan wielrennen en dat heb ik ooit tot het niveau liefhebber gebracht. Dus dat is geen zin te vergelijken met wat de dames hier naast mij deden. Uiteindelijk gaan studeren. Na mijn studie ben ik eigenlijk gestopt met fietsen. Geen tijd meer. Altijd andere prioriteiten. Werk, gezin, dat soort zaken. Maar een aantal jaar geleden heb ik besloten om het roer een beetje om te gooien. En ben 20 kilo afgevallen en fietsen weer als vanouds. Het roer omgooien, hoe werkt zoiets? Zit je nog op een gegeven moment dat je denkt van ja, mijn eerste liefde, die fiets, ik wil er weer op zitten. Nee, zo ging dat niet. Mijn leven is doelloos geworden. mag het allemaal vertellen. Hebben die fase zelf ook gehad? Of ja, nee, daar zit ik voortdurend in, man. Maar je mag het gewoon hier aan tafel uit, hoor. Nee, ik werk mijn leven lang al in de techniek. En dat is helemaal fantastisch. Maar het is wel een wereld van ratio, zeg maar. Het draait allemaal om formules, getallen, modellen. En ik ben van oudsher best wel een gevoelsmens. Dus dat menselijke aspect, dat mis ik nogal eens in mijn werk. En uiteindelijk heb ik dus besloten om een paar oude passies weer op te pakken en het zeg maar daarin te compenseren. En dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Zo kan je dat wel omschrijven. Vorig jaar heb ik eigenlijk de eerste stap daarin gemaakt. Toen heb ik de Tour for Life gefietst. Dat is een fietstocht van Italië naar Nederland in 10 dagen. Ja. 1300 kilometer. Goedemorgen. Voor Artsen zonder Grenzen en dat is me zo goed bevallen dat ik dat dit jaar voor Kika ga doen. Ja, want je gaat de Giro voor Kika rijden. Ja. Alleen het woord allemaal, is geweldig. Ja, het is fantastisch hè. Het is een schitterende combinatie van een aantal mooie etappes uit de Giro d'Italia. En dan uiteraard voor het goede doel. Ja, met de Stelvio erin. Ja, we gaan onder andere de Stelvio beklimmen, de Gavia, weet ik veel, nog een heel stel van die bergen. Het zijn een heleboel in ieder geval. 17.000 hoogtemeters ga je overbruggen. Ja, 17.000 hoogtemeters. Dat was 452 keer de Brienoordbrug op. 425 kilometer, ja. 425 kilometer, dat is nog erger. Ja, dat is verschrikkelijk, vind je niet? Wat doe je zelf aan, man? Ja, erg, hè? Ja. Maar ik vraag me dan af, ja, je ziet er hartstikke fit uit, natuurlijk afgetraind. Ja. Maar kan dat wel? Ja, tuurlijk kan dat. Ja, tuurlijk kan dat. Wat worden daar dan de pittige momenten in? Nou, het is uiteraard, we gaan dit doen als team. En dat maakt het A heel erg leuk als ervaring om dit samen te ondernemen. Je hebt een team ook nodig om uiteindelijk dit soort prestaties te leveren. Want de man met de hamer die komt waarschijnlijk wel 10 keer langs. Zo niet vaker. Die staat bij elke haarspelbocht. Maar goed, je weet dat er ook een grote beloning ligt te wachten daarbij de finish. En dat is een ervaring die vergeet je nooit meer. Nee. En als je dat dan ook nog eens een keer voor zo'n prachtig doel als Kika mag doen, ja, dan haal je gewoon de finish. Dat is geweldig. Wanneer is het? Het is eind juni, 28 juni begint het, tot en met 3 juli. Juist. Dus nogmaals. Warm, hè?
Wat zei je? Dat is wel warm dan in Italië. Dat wordt heel warm. Dus dat wordt een wit t-shirt aan. En, veel water drinken. Heel veel water drinken. En dan 2 meter en 100 kilo over die bergen heen slepen. Dat wordt best wel wat. Ja. Mooi man. Je zei net, we doen dat in een team. Ja. Met z'n drieën ben je volgens nog? Als ja, we zijn op dit moment, hebben we 3 renners en 2 vrijwilligers die meegaan. De vrijwilligers is een sportmasseuse, dat is mijn vrouw, dus dat, die kan ons op de been houden. Een maatje van me, Peter Dekker, die zit in de psychotherapie, dus die houdt ons geestelijk op de been. We zijn met 3 renners. Paul van Dam, een welbekende in de wielrennerij. Die man die traint, zeg maar, amateur wielrentrainers, dus die kunnen we er ook goed bij hebben. Een jonge gast, pas 17 jaar oud, Daan Boucher, heeft zelf ook een geschiedenis van een aantal ziektes overwinnen, weliswaar geen kanker, maar andere ziektes. En die heeft zich ten doel gesteld om zeg maar die periode af te sluiten met een fantastisch sportevenement. En dat is de Giro di Chica geworden. Juist, jij bent daar de derde renner. En ik ben dan de derde, dus ik zit daar een beetje tussenin. Ja, nog even over die Daan, hè. 17 jaar is hij pas. Ja. En hij is ook super enthousiast met organiseren van allerlei zaken. Ja, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Zeker die jonge gasten, ze hebben natuurlijk allemaal 600-700 Facebook vrienden. En ik heb Facebook aan het begin van dit jaar ook maar eens opgezocht en is uitgevonden hoe dat werkt. Maar goed, via Facebook organiseert hij allerlei dingetjes. En daarmee heeft hij ook al een hele hoop geld opgehaald. Echt bewonderenswaardig. Hij heeft recentelijk een spinningmarathon ook georganiseerd in Meppel, in zijn woonplaats. Daar heeft hij maar liefst €1500 mee opgehaald. Dus dat succes gaan we aanstaande zaterdag in Krimp en Dijssel bij MyMove proberen nogmaals te doen. Ja, want voor een tientje per uur kan je helemaal ledlazer spinnen. Ja, we hebben een programma van 5 uur. Dat is heel erg lang. Daar moet ik wel bij zeggen, de gemiddelde mens die wel... Zou het wat voor ons zijn, schat? Nee, ik wil wel kijken. De gemiddelde spinningleraar is er altijd op uit om je in een uur volledig te breken en van die fiets af te laten vallen. Wij gaan het wel wat rustiger aan doen, dus we gaan een duur programma inzetten van 5 uur. Zodat je 5 keer van de fiets... Zodat je er 5 keer af kan vallen. Je kan meedoen, tientje per uur, gaat volledig naar het goede doel toe. En, geweldig. Er is een team wat klaarstaat met hapjes en drankjes en we gaan er gewoon iets leuks van maken. Ja. Oh, nou, dat is toch wel heel aantrekkelijk om even langs te gaan. Ja, en nogmaals, als je niet mee wil fietsen, een donatie voor Kika is natuurlijk altijd welkom. Ja, natuurlijk. En ieder die geen zin heeft om te fietsen, doneer. Het gaat uiteindelijk om een mooie opbrengst. Ja, absoluut. Ja, ja goed, dit ga je doen. Ja. Iedereen moet een bedrag inleggen, hè, begrijp ik. Je moet een bedrag verzamelen voor Kika. Ja, klopt. Als deelnemer verplicht je je om €2500 bij elkaar te verzamelen voor Kika. Zit je al aan het bedrag? Nee. We zijn nu als team hebben €4000 bij elkaar gehaald. Dus is het van groot belang dat het druk wordt komende zaterdag. Ja, absoluut. We willen die zaal helemaal vol hebben. Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we hopen dat dat gaat lukken. We gaan ons stinkende best doen. Ja, natuurlijk. En jullie heel erg bedankt in ieder geval om dat ook onder de aandacht te brengen. Dirk, we vinden het geweldig wat je doet, man. En het mooie ook, dit is niet zo grootschalig, hè, dit evenement. We doen er maximaal 150 wielrenners aan mee. Ja, doen 150 renners maximaal mee. En dat wordt eigenlijk ingegeven door veiligheid. Maar en de zwaarte ook. De zwaarte en ook de omvang van campings is daar gewoon ook niet groter. Die kunnen geen grotere ploegen hebben, zeg maar. Juist. Dus het is kleinschalig en daardoor ook gewoon een superleuk sociaal ding. Natuurlijk. We wensen jou daar heel veel succes. Ja, en ook in de aanloop ervan. En we hopen op een volle zaal komende zaterdag. Hey, super. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Doeg. Ja, ik moet zeggen, ik sprak hem een tijdje geleden voor de krant. En ik denk, joh, die man moeten we op de uitzending hebben. Ja, je hebt gelijk. Zo bevlogen, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Heeft er zin in. Ja, dat vind ik ook. Ja, vind ik knap. Ik zou jou best eens willen zien spinnen. In een mandje. Goed. Ja, dan gaan we verder naar... want ik wilde wat gaan doen met Rien Berkel. Maar waar is Rien? Voor mij is hij... daar is hij. Ja, hij komt nu naar voren. Tjonge, ja, Rien die is een beetje een diva, hè? Die laat zich gewoon halen. Daar komt hij aan. Rien Berkel, dames en heren. De organisator van het concert van de Korbakker, Malando en Ak van Rooyen. Hi, Rien. Rien, heel veel mensen in het gebied kennen jou als Rien Berkel van het Rien Berkel Show Orkest. Is dat zo? Dat is zo. Wat was dat voor gezelschap? Ja, dat werd wel Show Orkest genoemd, maar het
was een soort big band zonder saxofoons. En daar speelden wij inderdaad veel Jam Blast mee vroeger. Maar we waren een amateurband. Ja. Ja, was een hele leuke tijd. Veel publiek ook? Volle zalen? Ja, dat wel. Maar Amositia is wel gauw vol, hè? Ja, nou goed. 400 man zit hier lekker gevuld. Ja, oké. Okay. Daar kwam je wel dat, aan. Ja, dat lukte ja, wel. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar we kennen jou ook als organisator van concerten. Je hebt volgens mij Cor Bakker al een keer eerder naar deze regio gehaald. Uit mijn hoofd de Oudekerk. Nou, dat was Jacques Mut van de Witte Brug. Ja. Die deed dat. En dan, maar daar was jij bij betrokken ook. Ja, later denk ik dat ik dat zelf hier, dat is al, inmiddels al 10 jaar geleden weer. Ja. Hier in de sporthal. En jij dacht, het wordt weer tijd. Ja. Ik ben dag en nacht met muziek bezig en vraag me niet waarom ik het doe, want het is een enorme klus. Ja, de vorige spreker had een uit de hand gelopen hobby en daar sluit ik me bij aan. Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ja. Ja. 14 maart op zaterdagavond, 7:15. Helaas gelijk met de Rabo-verkiezing, hoor ik. Ja, dat is ja. waar. Ja. Maar dan gaat er hier wel iets heel moois plaatsvinden. Dus ja, we ook weten. Ja, zeker, ja, zeker. Wat mogen wij verwachten die avond, Rien? Oei. Dat is een moeilijke vraag. Ja, nou, laten we eerst eens de artiesten nemen. Cor Bakker. Ja, ik heb een orkest samengesteld van 32 personen. Er zijn 20 strijkers. Waaronder Danny Melando. Die functioneert als contrabassist. Maar is ook een naam natuurlijk. Ja. Publiekstrekker. Doet niets van zijn eigen orkest trouwens. Nee. Nee. Dan 5 trompetisten. Waarvan 2 van Jane Blaas zelf. Uit het orkest van Jane Blaas? Ja, ja. 3 trompetisten. Nou, we hebben in Nederland een man die speelt daar de eerste trompet. Jan Oosthoff is dat. Ja, uit het Metropoolorkest vroeger. Dus ja. die staat daar lekker. Die moet 2 weken later met James op tournee. Ja, dat doet hij nog steeds, die man. Die is 85, meen ik. Ja. Die gaat dan weer op tournee door Europa. Prachtig. We hebben een aantal trombones, 3, en de ritmegroep. Het zijn allemaal persoonlijkheden, waar Cor Bakker op de piano. Gerard Peters zat jarenlang bij die jongen uit Limburg, die zanger, daar kom ik, Benny. Benny Nijman. Benny Nijman. Nou, en dat de drummer was Arie de Boer, die speelt in het programma Maestro voor tv. Kortom, er staat een partij Kreksel van de Watertanden. Ja, inderdaad, maar ze spelen mijn muziek. Juist. En wat is jouw muziek? Ja, het is heel divers. Maar ik ben eigenlijk, de liefde is geboren met Herb Alpert vroeger. Ik zat die tijd op het conservatorium. Toen kwamen de eerste popgroepen met blazers. Ik denk aan Chicago, Blood, Sweat & Tears. En, was helemaal gek van, en nog. En toen kwam Herbie Alpert. Was leuke muziek met zijn Tijuana Brass. En James Last gewoon voorbij met groot orkest en spektakel op het podium. Burt Kenford. Saai op het podium, maar hele, maar niet fijne, saai in zijn muziek hele fijne muziek. Eigenlijk blijft het veel langer hangen dan dat van Jane Blast. Ja. Ja. En de solist van Burt Kenford, die is inmiddels ook 85, Ak van Rooyen, die komt dus gewoon 8 stukken spelen van Burt Kenford. Ja, en dat is ook een kanon, hè? Ja, want die heeft met Miles Davis gespeeld. Ja, maar hij was 85, zou je zeggen. Je gaat toch wel iets inleveren. Maar hij wordt steeds relaxter en steeds beter. Geweldig. Dat is ongelooflijk, ja. En dat allemaal in Lekkerkerk? Ja, daar ben voor ik wie is dit concert nou bij uitstek geschikt? Wat voor publiek komt daar op af? Alle mensen die aan muziek doen. Want er zitten bijna alle instrumenten in het orkest. Mensen van muziekverenigingen. Maar ja, mensen die ook grote orkesten een warm hart toedragen natuurlijk. Ik was wel grappig. Ik word iedere dag wel gebeld voor kaartjes. En er was vandaag een meneer uit Stolwijk, Mastenbroek. Ja, maar ik ben wel 85, maar ik chase nog overal naartoe hoor. Wat zeg je? Die verhoor je is ook 85 en die staat nog op het podium. Ja. En, maar het zijn wel oudere mensen die bellen. Maar ik heb geen idee hoe de kaartverkoop loopt. En, dus hier bij Expert. Ja, er zijn een aantal voorverkoopadressen, waaronder Expert hier in Lekkerkerk. Ja. Ja. Ik ga er ook niet naar vragen, want dan krijg ik nog meer druk. Ja, maar goed, het zijn wel namen, dus dat zal er wel goed komen, denk ik. Ja, maar ja, 10 jaar geleden was het dus wel naadje, hoor. Ja. Ja. Ja, nou dan gaat het nu gewoon supergoed. Ja, ja. We gaan het allemaal meemaken. Kaartverkoop ook hier in de Sportcafé op door de weekse avond en op zaterdag vanaf 8:00. En uiteraard via Rien zelf.
En ik zou zeggen, kijk op Facebook van het Sportcafé en dan zie je alle voorverkoopadressen. 14 maart, zaterdagavond, 7:15, zaal open om 7 uur. En Rien gaat iedereen in de Krimpende Waard en naar buiten verrassen met een fantastische show. Starring Cor Bakker en al die andere vedettes. Rien, geweldig bedankt. Ik vond jullie tune trouwens wel erg leuk van dit programma. Dus die moet je maar eens even doorspelen. Oh, dat is mooi. Ja. Goed, nou dan gaan we het doorgeven aan degene die het ontwikkeld heeft. Een leuk begin. Mooi. Goed. Jij geweldig bedankt, man. Goed zo. En we gaan elkaar weer zien. Dames en heren, Rien Berkel. Fietsen, muziek. Ja, het is van alles. En nu gaan we naar de politiek, hè? Ja, leuk. Want we hebben mijn twee favoriete politica uitgenodigd. Ja, ik snap waarom ze jouw favorieten zijn. Ja, ze zijn gezellig. Ze zijn geweldig. Ze zijn ook aanvullend op elkaar, hè? Ja, ze horen ook bij elkaar. Ze horen ook bij elkaar. Het is net een duo. Ja, het is komisch duo, mag ik niet zeggen, maar... Nee, dat zei ik niet. Nee, wel een hecht duo, want ze kennen elkaar heel lang en ze zijn aangeschoven. En ik zou zeggen, doe je interview. Nou, dankjewel. Jeanette Hofman en Geke Smit, van harte welkom. Dankjewel. Heel veel voor de gemeenteraad Nederlek gedaan, samen jarenlang. En nu de waterschapverkiezingen. Ja. Totaal iets anders, ja, of? Heel anders. Na bijna 12 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, heb ik ook in de raad zelf heel veel te maken gehad met de dijkverzwaringen natuurlijk. Hier bij de Opperduits, Schuwacht en noem maar op. Krimp aan de Lek zijn ze nu bezig. En ik ben naar al de voorlichtingen gegaan. Jeanette die moest werken, dus die kon dat niet. Dus ik nam dat waar en ik gaf het weer aan Jeanette door. En ja, ik ben niet erg technisch, maar ik heb wel getracht om altijd te weten, wat zijn ze nu aan het doen? Wat zijn de gevolgen voor de bevolking? En ja, kan ik een brug slaan tussen de gemeente en de bevolking als er problemen waren? En dat ging altijd heel erg goed. Want de Hoogheemraad die was altijd wel benaderbaar. Ik had daar ook echt een rechtstreeks nummer mee. Dus zo ben ik eigenlijk gevraagd nu door de Algemene Waterschapspartij, een onafhankelijke partij, om ook op de lijst te komen staan. Ja, maar dat is grappig, hè? De waterschappen hebben net zoals de gemeenten eigen partijen. Wist je dat? Ja. Jij wist dat. Nou, ja, ik wist dat niet. Ja, ik heb het allemaal moeten googlen. Ik wist dat dus niet. Jeanette, wat boeit je in het waterschap? Nou, laat ik eerst even vertellen dat ik het heel belangrijk vind als onze mensen in het dorp vertegenwoordigd worden ergens. Dat vind ik heel belangrijk. Dus toen Geke met die vraag kwam, voel jij er wat voor? Toen heb ik eerst even de man doorgezaagd over wat er nou toch allemaal was. En wij waren het eigenlijk over eens dat wij onze mensen in de dorpen moesten vertegenwoordigen. Want kijk, er staan en... Laat ik er ook even eerlijk bij zeggen, er zijn niet zoveel vrouwen die zich met waterschap bemoeien. En wij zijn twee bemoeiers. Maar juist wel voor de mensen in ons dorp. En die willen we vertegenwoordigen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het waterschap kost heel veel geld. Nou, ik heb geen verstand van ingenieurswerken, maar ik wil wel kijken van, klopt dat dat het zoveel kost? Klopt dat dat we zoveel moeten betalen? En dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Daar heb ik in de loop van de jaren, ik heb 31 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik bedoel, daar heb ik wel kaas van gegeten, daar kom ik wel achter. Dus wat dat betreft... Zit je op je plek? Wel ja. Ja. Ik zag dat de gemeente Krimpende Waard, maar ik weet niet helemaal zeker of dat waar is, onder 3 waterschappen valt. Wisten jullie dat? Ja. Dat Vlist klopt. Valt onder een andere, voormalig gemeente Vlist valt onder, even kijken, want dat heb ik opgeschreven. Onder Rijnland of zo. En wij onder Rivierenland, Krimp aan de Lek of Nederlek. En dan de rest valt onder Schieland, Krimp aan de Lek. Schieland, Krimp aan de Lek, Krimp aan de Lek valt ook. En Lekkerkerk vallen ook onder Krimp aan de Lek, Schieland. Oh ja? Ja, ja. Ja, ja. Nou, het is hartstikke ingewikkeld. Het is ook zo dat in Gouda, dat er ook sprake is van 2 waterschappen. Ja. In Rotterdam. Nou, ik denk dat er wel 3 zijn. En in Capelle, bij wijze van spreken ook. En ja, dat is inderdaad... De grenzen worden anders getrokken als de gemeentegrenzen. Is dat verwarrend, denk je? Of kom je daar wel... Ja, je gaat nu natuurlijk... Je moet sowieso wel groter denken, hè? Van Nederlek naar een groter gebied. Het is grensoverschrijdend in feite. Gemeentegrensoverschrijdend. Het waterschap. Vervuiling stopt niet bij de grenzen, toch? Dat gaat over de grenzen heen.
Want waterschappen moet zich dus ook met vervuiling, zeg je? Ja, het is de dijken natuurlijk. Hè. Dat hebben we hier aan de lijve meegemaakt. Krimpen en lekker zijn ze nu heel erg bezig. Ze hebben het waterpeil. Dat moet op juiste hoogte zijn. Want anders krijg je de gekste dingen. Zoals je in Groningen met het gas hebt, denk ik dan altijd maar. Ja. En daar niet dat ik daar veel verstand van heb. Nou, daarnaast moet er schoon water zijn. En we hebben ook nog wegen. En hoe dat nog helemaal zit, nou, dat moet ik nog uitzoeken. Want de dijken, dan niet wat in de kern hoort, maar daarbuiten weet ik dus wel. Dat heb ik dus wel geleerd toen ik in de gemeenteraad zat. Maar hoe het met die polderwegen zit, nou, daar moet ik echt achterkomen. Ja, want dat is heel, heel omvangrijk. Het is echt niet alleen water, dus het is ook wegen. We hebben ontzettend vaak moeten zeggen, als mensen klachten hadden naar de gemeente toe. Ja, dat zijn de wegen van de Hoogheemraadschap. Dus in feite moet je die klachten dan ook weer bij de goede mensen terecht zien te komen, laten komen en dan op zien te lossen. Hoogheemraadschap en waterschap is hetzelfde, in feite. In feite wel, ja het zijn twee zo verschillende... kan je het noemen, want de hoofd van het waterschap, Schieland en Krimpen en Waard, heet de dijkgraaf, maar ook in de Hoogheemraad heb je daar natuurlijk ook, het is echt het Hoogheemraadschap. Een dijkgraaf wordt niet gekozen, hè? Die wordt niet benoemd. Ja. Ja, maar de Hoogheemraad wordt dan wel weer gekozen. Dat is een soort met college. Dit zijn niet echt sexy verkiezingen, hè, dit? Nee, jammer, hè? Nee. Het is geen Tweede Kamer, hè? Nee. Wat voor percentages worden hier nou gehaald, zeg maar, qua opkomst? Nou, het is te hopen dat er toch een flinke opkomst is voor de Provinciale Staten. Want het is natuurlijk tegelijkertijd. En dat was, voorheen denk ik maar 40-50%. Ja, voorheen zaten we hier nog altijd goed. Ja. De opkomst hier in de dorpen is nog vrij hoog. In Rotterdam is het een stuk lager. Dus wat dat betreft hoop ik. En ik hoop ook dat ze aan ons denken als ze hun stem uitbrengen. Ja, want jullie staan niet op de posters, hè, volgens mij. Je staat niet als nummer 1. Niet als nummer 1. Wij staan dat hebben jullie ook helemaal niet nodig, volgens mij. Nou ja, dat weet ik niet. Dan sta je nummer 54. Je pakt gewoon je stemmen. Dan. Ik heb wel gehoord bij de laatste verkiezingen. We hebben jou niet op de lijst gezien. We konden niet op jou stemmen. En als je net precies eender. En nu hoor ik ook berichten van, nou zien ze krantenartikelen, ze zien allerlei, je doet toch wat aan de promotie. Je bereikt nu weer een miljoen in publiek. Nou, miljoen. Geweldig, hè? Dat is wel een beetje veel, hè? Maar een duizendtal kun je er wel noemen. Maar van de week was er ook iemand in die draaide zijn raampje open van de auto. Goed van jou! Dat je toch weer, hè? Dus dan denk ik, zo moeten we eigenlijk toch wel naar de burgers toe ook proberen toch een brug te slaan. Want je hebt niks aan al die mannen in die grijze pakken die maar achter een bureau zitten en die verder niks doen. Kijk, je moet toch wel zorgen dat je contacten blijft onderhouden. We zijn een kleine en een nieuwe partij, maar er zitten wel 4 vrouwen in en dat doet me toch weer deugd. Ja toch, het zijn allemaal van die dingen. Die vrouwen kijken anders tegen de zaak aan als mannen. Dat is echt zo. Heb je dat gemerkt in de politiek? Is ja, natuurlijk wel. Zeer zeker. In het begin moest jij helemaal bewijzen, dat was natuurlijk wel 30 jaar terug, want toen moest ik alle kleine lettertjes lezen en die las ik echt allemaal. Ik was er dagen mee bezig en later wordt dat makkelijker. Moet je dan extra bewijzen dat je vrouw bent? Vroeger wel en nu ook denk ik in die waterschappen, want dat is zo'n mannenwereld. Ja. Maar we zijn er wel en we hebben geleerd ons mond open te trekken. Ik ben ook naar diverse recepties geweest en ook de presentaties van de dijkverzwaring en dat soort dingen. Nou, werkelijk waar, ik was vaak de enige vrouw in op heel die receptie, maar ik werd wel met heel veel respect werd ik daar behandeld. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Ze mogen blij zijn, 2 ervaren Politica's. Politici, maar dat is vrouwelijk. Nee, politica's. Nou. Maar goed, jullie brengen wel een hele berg ervaring mee. Nou, dat bestuurlijk denk ik wel natuurlijk. Ja, maar ook qua discussietechniek, weet ik veel wat. Qua bestuurservaring, ja. Ja, maar gewoon gezond verstand breng je mee. Ja, dat is nog het meest belangrijke, denk ik. Daarom. En de kwesties bij de goede mensen laten terechtkomen en neerleggen. Ja. Ja, en ik denk sowieso dat het verstandig is dat er iets gedaan wordt aan de onbekendheid van het waterschap. Want het is best een onbekende regering of een bestuurslaag binnen de bevolking. En als de mensen wisten hoeveel geld hierin omgaat. Ja. Hoeveel beslissingen dat er genomen worden. En voor hoe een lange tijd dat die beslissingen genomen worden. Want we moeten 40 jaar vooruit kijken. Ja. Dus dat is echt heel verantwoordelijk. Nou, ook de berging van water natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de verkiezingen. Nou, ik zou zeggen van mensen, als je ons wil hebben, we staan er klaar voor. We staan er klaar voor. En goed, ik vond het leuk om hier te zijn, om het even naar voren te mogen brengen. Want je krijgt toch heel veel reacties. Ik loop natuurlijk
Als ik vakantie heb, loop ik door het dorp heen. Dan loop ik 5 kilometer rond. En dan krijg je heel veel van... Ik heb je in de krant zien staan. Ja, of ik heb je op de televisie gezien. Dat is weer als van ouds. Als ik vroeger ging winkelen, was ik net een bommeltreintje. Van, ik heb je op televisie gezien. Nou, bij deze dus. Hè. Dank je wel. Ja, het is weer gelukt. Ja, ik kom wel vaak terug. Dat zou een goed teentje zijn. Ja hoor. Laten we het hopen. Tot ziens. Bedankt. Hè. Dank je wel hoor. Ik zou ze nog missen als ze er echt mee stoppen, weet je niet. Ja, maar ze wonen gelukkig in de buurt. Ja, zeker Geken. Dus ja. dan ze zijn er wel voor andere dingen. Als ik dan naar mijn werk loop, dan loop ik langs hun huis. Ja, 3,5 kilometer minder dan Jeannette. Ja, dicht, dat, ja je liep er 5. Toch dichterbij. Ja, nee, daarom. Ja, goed. Diana, omdat de eerste keer is dat we samen dit echt presenteren, deze show. Ja. Ik denk, zal ik nog een paar hunks voor je uitnodigen. Nou, dankjewel. Echte sportballen. Het waren er oorspronkelijk 3. Want Piotr Havik is vanavond helaas verhinderd. Maar die zit nog op trainingskamp, is mij ingefluisterd. Maar wat we hier aan tafel hebben om de show mee af te sluiten is ook niet niks. Postdoc verspringer Ricardo Fai. En, ja, vieze wereldkampioen. Ja, het klinkt echt. 10 kilometer op het WK afstanden. Erik-Jan Kooijman. Applaus voor hem. Ja, Erik-Jan, we zijn allemaal nuchtere, lekker kerkers inmiddels. Hè? Jij dan Anne Stoddenaar en ik ooit vanuit Zwolle hier naartoe geëxporteerd. Omdat ze me daar niet meer wilden hebben. Maar je woont in Lekkerkerk. En dan is dat dorp trots op jou. Merk je dat? Ja, zeker. Ja, best veel mensen die toch bij de winkel je aanschieten. Of op wat voor manier dan ook zeggen van ik heb het gezien en wat was het mooi. Dus ja, heel leuk om dat te horen. Ja, natuurlijk. Ja. Naast jou zit Ricardo, sportverkiezer Ricardo, sportmancategorie, want daarom zitten jullie hier natuurlijk. 14 maart, Krimpenijssel, gaan de prijzen worden uitgereikt. Jij hebt al een beetje ervaring mee. Ja, vorig jaar was ik al genomineerd voor de sportjongen. Nou, ja, dat was ook hartstikke leuk. Juist, en toen ben je tweede geworden? Ja, vorig jaar was ik tweede. Ja, dus dit jaar misschien wel een trapje hoger. Ik hoop het. Ja, dan is de concurrentie zwaar. Ja. Zijn je nou net polstok verspringen? Ja. Dat doet mij een leg even uit aan Diana wat dat want is. Ik dacht dat ze met een polstok alleen maar hoog sprongen. Nee, ja, het is een soort slootje springen, gewoon tussen weilandjes, maar dan wat groter. Nou, dat ken ik wel, slootje springen. Nee, maar leg even uit hoe dat werkt daar, want je bent daar nog nooit geweest zeker. Dat is een geweldige sport hier in de Vlist en zo. Ja. Polsbroek, man. Slootje springen ken ik wel. Nee, maar polstok verspringen. Nee, dat ken ik niet. Nee, maar je hebt dan een paal, dat heet ook zo? Ja, een pols. In Friesland noemen ze het pols, wij noemen het gewoon stok. Stok. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, je zet die stok in het water en dan neem je een aanloop. Dan spring je in de stok en dan klim je omhoog en dan spring je weer uit. En dan land je in het zand, zo ver mogelijk. Is dat een internationale sport of is het typisch iets voor hier? Ja, eigenlijk wel. Als je Friesland rekent tot het buitenland, dan is het internationaal. Ja. En dat zijn ook eigenlijk de matches, hè? Friesland, Holland. Dat zijn wel de wedstrijden waar je extra gebrand bent om goed te springen. Ja. Hoe ben jij in aanraking gekomen met deze sport? Er was ooit een project op school, dat was Hard voor Sport. En dan kon je een sport kiezen om mee kennis te maken. En toen heb ik voor deze sport gekozen omdat het me wel interessant leek en omdat het in de buurt was. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik er blijven hangen. En toen heb ik me ontwikkeld. Juist. Tot waar ik nu ben. Ja, met een PR'tje van 1933. Ja, op het NK gesprongen met de Friezen erbij. Dus dat was precies op het goede moment. Lekker, vanaf welk punt meten ze dat? 19 meter 33. Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, je hebt als je aan de paal gaat hangen, is dat dan het nulpunt? En... Nee, ja, je hebt zeg maar het eind van de schans. Je loopt aan over een schans. Ja. En aan het eind van de schans is het beginpunt. En dan land je in het zand. En de afdruk die het dichtst bij het water is, daar zetten ze een stokje in. En dan wordt het digitaal opgemeten wat de afstand is. En dan komt er een afstand uit. Juist. Jij bent junior en je hebt de afgelopen jaren goede resultaten geboekt in jouw sport. Kan je de kijkers even meenemen naar jouw hoogtepunten? Nou, dit jaar was mijn eerste jaar bij de junioren, omdat ik... Eerst zat ik bij de jongens tot en met 16 en nu ben ik 17, dus zat ik bij de junioren. De eerste wedstrijd won ik gelijk eigenlijk. Dat had ik zelf ook niet gedacht. Toen sprong ik bijna gelijk een nieuw PR. Toen kwam er een periode waarin het een beetje wisselend was. In de nationale competitie sprongen we ook met de Friese erbij. Die wedstrijden won ik dan weer wel.
En toen heb ik in het midden in het seizoen nog een kleine blessure gehad van 2 weken aan mijn knie. Dus toen moest ik even rust houden. Toen heb ik ook een wedstrijd van die nationale competitie moeten missen. Maar je mocht er een missen, want van de 5 wedstrijden tellen er 4 mee voor het eindklassement. Toen in het Friese Els was de finale van die nationale competitie. En toen werd ik 2e. In het Hol van de Leeuw. Ja, in het Hol van de Leeuw. Ook nog waar de schans van mijn 2 grootste concurrenten in die competitie. Ik werd 2e en dat was genoeg om het puntenklassement te winnen. Dus toen won ik de nationale competitie. En vanaf toen heb ik eigenlijk een stijgende lijn ingezet tot het NK. En het NK was echt het piekmoment waar ik... En die pakte je? Ja. Geweldig. Jij wordt de liefhebber genoemd, hè, Erik-Jan? Bij jouw ploeg onder leiding van de trainer Jillet Adema. Ja. De liefhebber. En, want ik zag jou zo luisteren naar Ricardo. Ja. En je hoorde een liefhebber praten. Ja, zeker. Ik zag jou zo welwillend knikken. Ja, hij legt het goed uit. Ja, ja, ja. Wat maakt jou een liefhebber? Ik hou van rondjes schaatsen. Nou, en dat is natuurlijk een 10 kilometer ook. Dan moet je de 25. Maar eigenlijk probeer ik iedere training eventjes dat gevoel te pakken van nou, lekker even die rondjes schaatsen. Maar ja, dat staat vaak helemaal niet op het schema. En het is ook al een paar keer gebeurd dat Jillet dan met zijn handen zwaaiend op de baan stond van... kap hiermee, want dit is veel te zwaar voor je of je moet rustig aan doen en je mag die rondjes helemaal niet rijden. En zo ben je je bijnaam gekomen. Ja, precies. Ja. Als ik zijn carrière hoor tot nog toe, hij is natuurlijk nog heel jong, jij bent 28, hij is 17. Bij hem gaat het heel geleidelijk zo omhoog. Maar jouw carrière is eigenlijk, ja, ik mag het woord misschien niet gebruiken, krankzinnig. Ja, een beetje wel, ja. Een jaar geleden was jij een welwillende aardrijkskundeleraar in Rotterdam. Ja. En nu ben je publiek bezit. Bijna wel, ja. 2e op het WK. Ja, gaat heel hard, zeker. Ja. Waar was de switch? Want jij fietste niet onverdienstelijk, je won je criteriums. Ja. Een paar klassiekertjes gepakt, naar klassiekers. Klopt. Ja. Maar waar zat de switch in jouw carrière dat jij nu ineens een wereldtopper bent? Ja, dat was denk ik 1 jaar of 3 geleden, net wat je zegt. Toen won ik een paar mooie wedstrijden, een paar klassiekers. En echt prof worden bij het wielrennen zat er niet echt meer in. En toen waren er ook een aantal natuurreiswinters. En die combinatie van eigenlijk in het wielrennen bereikt hebben wat je wilde bereiken. En in het schaatsen een nieuwe uitdaging zien. Dat deed me eigenlijk besluiten om eens een marathonnetje te proberen op het ijs. En dat ging aardig gelijk al. Dat ging gelijk al aardig, ja. Dat was ergens diep in het noorden van het land volgens mij. En die won jij. Ja, dat klopt. Dat was dus ook kan ik me nog heel vaag herinneren. Dat was ook een soort kickstart van mijn carrière. Want dat was in Noord-Laren de eerste marathon op natuurreis. En alle gevestigde orde, alle toppers, die zaten in Oostenrijk op de Weissezee. Ja. Die hadden geen natuurreis verwacht. Maar ze wilden daar toch een wedstrijd organiseren. En alle media was ook aanwezig, omdat dat toch de eerste op natuurreis was. Dus toen won ik daar voor de C-categorie, zeg maar ABC. En dan zat ik nog in de lagere categorie. En toen was ik ineens op het 8 uur journaal met het winnen van die marathon. Je won van iedereen. Ja. Alles wat daar reed. Ja. Ongelooflijk. Dus. Dat is eigenlijk de opmaat geweest voor een hele wonderlijke carrière. Ja, klopt. Want de meeste marathonschaatsers die doen het nog wel naast een gewoon vak, een beroep. Dus ja, toen ben ik ook aardrijkskundeleraar geworden. Toen was er toevallig die middag geen les of geen vergadering. Dus kon ik naar die marathon. En zo is dat ben ik daar een beetje ingerold. Ja. En vorig jaar heb ik toch een aantal mooie resultaten neergezet. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door Jillet Adema, de ploegleider, of de coach, zeg maar. En die zei van, joh, wil je mijn team? Hij werd getriggerd door hij zag jou op tv, de Weissezee, als 4e eindige. Ja. Je had de beste benen, zoals dat heet. Ja. Maar je won hem niet vanwege een soort ploegencombine om je heen. Klopt, ik was daar... Maar hem triggerde dat moment, hè? Ja, want hij heeft waarschijnlijk ook wel van de jongen die uit zijn ploeg uiteindelijk de wedstrijd won, gehoord van, joh, die Kooijman, die sleurde er hard aan en die kun je er wel bij hebben. Tot slot, want we kunnen nog uren praten. Ik ga je zeker nog een keer, dan ga ik echt regelen bij RTV Krippelenwaard. Een keer een uur lang interviewen. Nou, maar doen we. Ja, tot slot. Die 10 kilometer, dat is ook alweer zo'n raar verhaal. Want normaal was jij reserve geweest. Ja. Dan had je een beetje zo over die boarding gehangen. Klopt. Kijk hoe Sven zijn rondjes reed. Ja, ja, ja. Maar Sven Kramer trok zich terug. Ja. Dat is toch ook weer curieus, man? Ja, dat ging inderdaad heel curieus. Want het was eigenlijk pas 2 dagen van tevoren. Dinsdagochtend en donderdagavond was de wedstrijd al. En dinsdagochtend... ontplofte mijn telefoon ineens, en terwijl ik aan het trainen was. En toen dacht ik van, nou, hier zal toch iets aan de hand zijn wat niet helemaal normaal is. En toen bleek dus dat er berichten waren in de pers of in de media dat hij zich af had gemeld voor de 10 kilometer. Hij is een andere route ingegaan met andere afstanden en andere focus.
Dus ik wist eigenlijk van tevoren al wel dat het voor hem lastig zou worden om een goede team te rijden. Maar ja, dat hij zich dan ook nog afmeldt en ik hem mag rijden, is wel een wereld van verschil ten opzichte van de reserve staan natuurlijk. En dan dit verhaal erachterweg. Ja. Tweede worden. Ja. Geweldig, man. Zeker. Ja, ik vind het echt heel mooi. Tot slot een gewetensvraag. Als zich op dezelfde dag het WK afstanden afspeelt, 5 en 10 kilometer, en de Elfstedentocht, waar ga je dan naartoe? Ja, dan is het de Elfstedentocht. Mooi, dan ben je echt een liefhebber. Ja, ben je echt een liefhebber. Ricardo, geweldige kandidaat. Hè? Piotr Havik, topwielrenner. Jij top polstok wedspringer. Dank u. En een top schaatsen. Hoe het ook afloopt, wordt een mooi podium. Ja, zeker. Ja. Jouw seizoen is bijna afgelopen. Je hebt nog één, één wedstrijd. Klopt. En bij jou gaat het beginnen. Ja, in mei eigenlijk pas. Maar als het lekker weer is, kan ik het niet laten om toch alvast even wat te gaan trainen. Juist. Zo hoort het ook. Ook een liefhebber, hè? Ja, dat was. Als je maar niet 20 keer springt, hè? Want hij dat is nog te koud. Ja, nee, dat bedoel ik. Maar goed, het wordt een mooi seizoen waarin je hopelijk die 20 meter gaat doorbreken. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop in ieder geval in de buurt te komen. En het zou mooi zijn als ik er ook nog overheen kan. Ik weet dat het moet kunnen, maar ja, het moet wel allemaal even... Alle puzzelstukjes moeten op zijn plaats vallen. En, dat is van heel veel dingetjes afhankelijk die allemaal mee moeten zitten. Nou, we gaan het allemaal zien. 14 maart zien we elkaar terug, samen met Piotr op het podium. Ja, en dan zal bepaald worden wie nummer 1 wordt. Maar ja, dat is zo arbitrair als je kijkt naar al die geweldige prestaties van al die sportmensen. Indrukwekkend, hè, dit? Ja, ik ben blij dat ik niet in de jury zit, hè. Nee. Zowel niet voor de jonge sporters, die talenten van die we eerst hadden, die 6 kinderen. Ja, maar goed, er staan is al zo mooi. Ja. We gaan eerst even afscheid nemen van onze gasten met een enorm applaus. Erik-Jan Kooijman, Ricardo Fay. Dank je, kan er even blijven zitten, hoor, bij de afkondiging. Ja. Wat volgens mij, Diana. Ja. We zijn er door. We zitten er niet alleen doorheen, we zijn er ook doorheen. Het is bijna afgelopen, hè, het programma. Ja. We gaan het afkondigen. Nou, geweldig, hè? Ga je gang. Dankjewel. Dat was het voor vanavond. Hartelijk dank voor het kijken. Wij hebben het programma met veel plezier gemaakt. Samen met iedereen daar. En wij hopen dat u met plezier heeft gekeken. En als u de uitzending wilt terugkijken, dan kunt u hem vinden op www.rtvkrimpendewaard.nl of op YouTube, zoals zeg je dat leuk? Iemand die je kent het altijd uitspreekt. Ja, YouTube. Kom vast het krimpende lek. YouTube. Ja. Ja. Ging goed, hè? Was gezellig. Vond het leuk. Ja, ik denk dat even de spanning toch moet wegzakken. Maar ja, ik vond het erg voel leuk. Je langzaam maar zeker weer vier omhoog beter, komen. Ja, ja. Echt geweldig. Nou, dat boek van je, dat hebben we het volgende keer wel over. Oh, is goed. Dat komt ook in alle media uiteraard. Ja, dames en heren, u bedankt voor het kijken hier in de zaal. Bedankt voor het geduld. Het was een lange uitzending, maar was volgens mij wel hartstikke boeiend. En met geweldige gasten natuurlijk. Heeft u ideeën voor het programma? Ja, dan zou ik zeggen, mail ze naar redactie, apenstaartje, rtvkrimpendewaard.nl, want zo heten we tegenwoordig. En wilt u een uitzending bijwonen? Ja, dan bent u natuurlijk van harte welkom hier in Sportcafé De Bakwetering, in het altijd pittoreske Lekkerkerk. En wij zijn over 2, zo is dat, hoor ik uit het publiek. Over 2 weken zijn we er weer. Wie er dan hier aan tafel zitten, ja, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval 2 presentatoren. En ik wil Diana bedanken. En iedereen bedanken voor de aandacht. Ik zou zeggen, het gaat u goed. Tot over 2 weken.